Opgave 14. Gert kookt vandaag. Vandaag maakt hij gevulde paprika met notenrijst. In de tabel zie je wat hij daarvoor gebruikt. Het recept is voor 4 personen. Dat zie je hier ook terug. 4 personen. En hij kookt voor 7 personen. Vraag 14a. Hoeveel notenrijst heeft Gert nodig voor 4 personen? Dat is 300 gram. Vraag 14b. Hoeveel is dat dan voor 1 persoon? Om van 4 personen naar 1 persoon om te rekenen, moeten we dus delen door 4. Dus ook die 300 moeten we delen door 4. En 300 delen door 4 is 75 gram. En die 75 gram die kunnen we natuurlijk ook gelijk hier in de tabel invullen. Vraag 14c. Hoeveel is dat voor 7 personen? Nou, voor 1 persoon heb je 75 gram nodig. Om van 1 naar 7 personen te gaan, heb je die 1 dus vermenigvuldigd met 7. Dus heb je die 75 ook keer 7 moeten doen. En 7 keer 75 is 525 gram. En die vullen we dus ook in de tabel in. Vraag 15. Vul de tabel verder in. Voor 4 personen hebben we 4 paprika's nodig. Dus voor 1 persoon hebben we 1 paprika nodig. Want 4 moeten we dan ook delen door 4. En dat is 1. En voor 7 personen moeten we het natuurlijk keer 7 doen. Dus 1 keer 7 is 7 stuks paprika hebben we nodig voor 7 personen. En hetzelfde doen we ook met de andere ingrediënten. We delen het dus eerst door 4 en daarna vermenigvuldigen we het met 7. Oftewel doen we het keer 7. Hier volgen de antwoorden.